Fernando Lewis, hoe frustrerend is deze nederlaag? Heel frustrerend, denk ik. Ik bedoel, we begonnen goed uit de startblokken. We wisten van tevoren eigenlijk dat het een moeilijke pot zou worden. Excelsior uit, zoals de voorgaande wedstrijden. We kwamen goed, wat ik net ook zei, uit de startblokken. Met de rechterkant, met Tom Haaij en mij, dat we goed doorkwamen. Gaf de voorzet en een goal, uiteindelijk. En niks aan de hand. En uiteindelijk vind ik wel, als het een penalty was, naar mijn ogen niet. En dan gaf je nog ook nog een rode kaart en dat is voor ons een keerpunt. Want het scheidsrechter had eigenlijk onze wedstrijd gewoon verpest, om het zo te zeggen. En vanaf dat moment was het eigenlijk gewoon tegenhouden en zorgen dat we de tweede doelpunt niet, in ieder geval tot aan de rust, niet tegen zouden krijgen. Maar uiteindelijk kwam hij, want je weet, Excelsior krijgt meer kansen, gaan in balbezit, krijgen meer balbezit. En dan weet je dat je alleen maar moet tegenhouden. Alleen we hadden geprobeerd om de ding te sluiten, alleen het mocht niet baten. Ja, je zegt van, je twijfelt al een beetje bij die penalty. Wat gebeurde er precies? Wat heb je gezien? Nou ja, volgens mij schoten wij een lange bal en uiteindelijk kwam je terug, zeg maar, dieptebal. En Derro had de bal. En volgens mij Van Duinen maakte volgens mij eerst instantie een overtreding. Maar goed, de scheidsrechter liet het doorgaan. En uiteindelijk kwam er een dubieus moment in de 16, waardoor Derro in mijn ogen de bal raakt. En Van Duinen valt, zeg maar, voor hem, raakt zijn voet en hij valt. Ja, en dan kan je een penalty geven. In mijn ogen niet, maar in ieder geval, je kan een penalty geven. Maar dan, als je dan nog een rode kaart geeft, dat is wel te veel van het goede, zeg maar. Kun je zoiets snel van je afzetten in de wedstrijd? Want ik kan me voorstellen dat dat ook irritatie opwekt, zo'n moment dan. Kun je dat snel vergeten en doorgaan? Nou ja, ik bedoel, kijk, we hebben ook vorige wedstrijd strijd en passie getoond om in ieder geval terug te komen in de wedstrijd. Dat je ook kunt zien tegen FC Utrecht. En vandaag ook. Ik bedoel, de tweede doelpunt kwam. Of de eerste doelpunt kwam die penalty. En dan kwamen we bij elkaar en hadden we gezegd, jongens, luister. Het is gebeurd, niet koppen laten hangen en gewoon doorgaan. En in ieder geval wel een tandje erbij. Elke keer wel vechten en dan maar elk moment als wij de bal hebben, in ieder geval, neem wat langer de tijd. En het ging aardig, alleen voor rust viel toch de tweede doelpunt. En nou ja, goed, kwam in de kleedkamer, hebben we tegen elkaar gezegd dat wij een tandje erbij moesten gaan. En dan in ieder geval gewoon strijd en passie en in ieder geval in de counter wat kunnen forceren. Alleen het mocht niet baten in de tweede helft. Toch krijg je in die slotfase ook nog wel wat kansen om die 2-2 te maken. Geeft dat wel iets van vertrouwen dat je met 10 man ook nog tegen Excelsior hier de kansen nog krijgt? Ja, ik denk het wel. Want ik bedoel, we zijn de laatste weken gewoon goed bezig. En we weten van elkaar wat we van elkaar hebben. Iedereen heeft kwaliteit. En dan kon je vandaag ook zien dat we gewoon ook met 10 man goed konden voetballen. Alleen, ik vind wel nog steeds dat de scheidsrechter onze wedstrijd uiteindelijk gewoon verpest heeft. Want we waren gewoon goed in de wedstrijd. We kwamen goed uit de startblokken. En uiteindelijk was de scheidsrechter ons keerpunt. Want 11 tegen 11 was dit nooit gebeurd? Nee, de beste is het gewonnen. Voor jouzelf, je hebt volgens mij in 3 posities gestaan vandaag. Altijd aan de rechterkant. Is dat lastig of maakt het je niet heel veel uit? Nee, omdat Reinier weet ook dat ik in het verleden aanvaller ben geweest. Ik heb met hem als aanvaller bij AZ ook gewerkt. En op training sta ik ook wel eens in de korte partij in de spits. Als het moet. Maar ja, goed, ik weet wat ik kan voorin. Uiteindelijk, het kwam vandaag niet uit als spits. Maar ja, je weet dat je alles moet gaan forceren, zeg maar. Dus het is niet meer dat je dan 11 tegen 11 speelt. Het is nu 10 tegen 9. Sorry, 10 tegen 11. En dan moet je van alles doen om te forceren dat je in ieder geval nog een goal kan maken. En uiteindelijk kwam Demiel erin, moest ik nog... Obetje erin. Toen moest ik aan de rechterkant hangend. Rol van Haaien. Nou, het ging in ieder geval wat beter. Alleen, wat je ook zegt... Ik heb het over voor het team, maar uiteindelijk waar de trainer mij nodig heeft, wil ik gewoon spelen. En, ik denk dat ik vandaag wel gewoon een degelijke pot heb gespeeld. Alleen, wat ik net ook zei, het is teleurstellend dat je met een verliest in deze wedstrijd. Hij zegt, ik speel waar de trainer me nodig heeft, maar heb je wel een voorkeur? Sta je het liefst back waar je normaal speelt of wat is je voorkeur? Nou, ik ben gehaald als back en ik speel altijd vanaf het begin van seizoen heb ik altijd back gespeeld. Dus tot nu toe speel ik altijd back en ik blijf daar ook gewoon op focussen en spelen. Dus voor volgende wedstrijd zal ik gewoon als back spelen. Alleen in deze wedstrijd werd wat anders gevraagd en we moesten iets forceren, dus begrijp ik de keuze wel dat ik naar voren moest gaan. Dan is het die voor in de wedstrijd, deze eigenlijk vergeten, de uitslag dan, maar het spel op sommige momenten niet en dan gewoon weer volle bak gaan? Je bedoelt van volgende week? Ja, ik bedoel, we weten wat er volgende week ook gevraagd wordt. Het is voor ons een belangrijke wedstrijd, ook voor de club en voor de supporters. Maar wat ik net ook had aangegeven, we weten wat we met elkaar hebben. En we hebben de laatste wedstrijden gewoon een strijd en passie getoond. En dat zal volgende week niet anders zijn. Dan heb je dat nog meer nodig eigenlijk in die wedstrijd, want dan komt er zeker voor de supporters nog net iets meer bij kijken. Ja, maar we weten wat er gevraagd wordt. Er komt zeker meer los. Maar goed, dat gaat niet veranderen van ons spel. Ik bedoel, we zijn gewoon goed bezig en we weten wat er gevraagd wordt in die wedstrijd. En dat zal zeker... Er gaat aan toe gaan in NAC.